Ik ben André Kuipers, ruimtevaarder. En toen ik in een baan om de aarde vloog, dacht ik veel na over de natuur. En ook over de manier waarop wij mensen met onze planeet en de natuur omgaan. Natuur is overal, ook hier in de stad. Maar waar zijn dan al die dieren? Die vraag ga ik stellen aan stadsecoloog Anneke Blokker. Werp een touw. Joe. Alsjeblieft. Dankjewel. Zo. Nou, hartstikke leuk om jullie te ontmoeten. Heel leuk. In de stad. Midden in de stad. En het is natuurlijk allemaal huizen en boten, maar toch ook natuur. Heel veel dus natuur. Dus ik vind het leuk. Ik ben benieuwd wat jij me allemaal kan laten zien over de natuur in deze stad. Ja, juist in de stad komen heel veel planten en dieren voor. Misschien nog wel meer dan in het buitengebied, in de weilanden. En wat je al zei, hè, er komen hier huizen die staan hier, zijn door de mens gebouwd. Maar er zitten allemaal beesten in. Ja, er wonen vogels in en vleermuizen. En het water hier ook. In het water zwemmen de vissen. Ja. En in de stad komen maar liefst 10.000 soorten voor, planten en dieren. 10.000? 10.000 van de 40.000 in heel Nederland. Dus dat is 1/4 van alle soorten. Vind je al in de stad? In de stad. Dus de stad is één groot natuurgebied. Dat is fantastisch. Ja, toch? Nou, we zijn benieuwd wat we allemaal gaan tegenkomen. En misschien zelfs wel de zeehond. Er zwemt zelfs haring hier in het water. Maar ook vossen in de stad. Die komen ook op het voetpad. In de stad? Ja. Ja. Nou, dan zeg je al, Amsterdam is een natuurgebied. Dieren en planten. Natuur in de stad. Maar wat is nou eigenlijk natuur? Hoe zou jij natuur omschrijven?